Welkom bij Ron Reizen. Bij mij nog steeds aan tafel Sander Westerveld. We hebben al mooie bestemmingen gehad. Maar we gaan nog eentje aan toevoegen. Eentje waar ik zelf nog nooit geweest ben, maar altijd wel denk van, oh, dat lijkt me wel eens lekker om daar gewoon eens een weekje of twee weekjes op het strand te gaan liggen. Je bent in Curaçao geweest. Ja, klopt. Wanneer was dat? Dat was in 2002, denk ik. Oh, dat is een tijd geleden. Ja, dat is een hele tijd geleden. Want goed, we hebben net een aantal vakanties gezien. En deze week, Kalelia is natuurlijk waar je met vrienden naartoe gaat. Die moet je als voetballer natuurlijk niet te vaak, vaak hebben. Dus ja, vakanties van sporters zijn meestal, ja, je gaat niet naar Machu Picchu en weet ik veel wat beklimmen en de dingen bekijken, musea af, want ja, je moet eigenlijk de batterij wel opladen. Je hebt maar een korte vakantie en dan wordt het echt een strandvakantie en uitrusten en luieren en zon pakken, zonne-energie. Boekje lezen. Dus dan zit je met een boekje op het strand en daar blijft het bij. In Curaçao, daar hebben wij Yogi en Sanneke, die zijn vrienden van ons, die zijn geëmigreerd een paar jaar geleden, of een aantal jaar geleden. Die zouden daar een contract van 3 jaar getekend. Die zijn er volgens mij ook al 20 jaar nou gebleven. En terecht, want het is een geweldig eiland. Kan jij wel een week lang op het strand liggen? Ja, een week wel. Een aantal dagen wel. Dus wat dat betreft een beetje luier. Want het is natuurlijk als voetballer heb je druk genoeg. Mm-hmm. En van hotel in, uit, wedstrijden, reizen en gewoon een week niks doen, dat kan wel. Alleen niks doen dan, we hebben ook een foto van, daar hebben we ons duikbrevet gehaald. Dit is in het zwembad. En toen kregen we onze licentie en dat is eigenlijk mijn grootste tweede hobby geworden, duiken van mijn vrouw. En dat is echt iets, dat vinden we geweldig. Daar leerden we ook Giel van Praag kennen. Die zien we hier rechts op de foto, hè? Ja, die is samen met zijn vrouw de vakantie vierde en dat zijn goede vrienden geworden van ons. En hier staan we nog lachend op de foto. Dat was voor de tijd. Want ik ben ook een luie en een verwende duiker. Want ik wil eigenlijk alleen maar. Dit is eigenlijk al met een wetsuit vind ik eigenlijk al te veel. Ik wil gewoon eigenlijk waar het warm is. Ja. Waar je mooie dingen kunt zien. Dus niet hier ergens in het Loosdrechtse plas. Nee. Om het maar te duiken. En ik wil ook met een instructeur. Dus dat ik niet de hele tijd zelf hoef op te letten hoe diep ik ben, hoe lang ik onder water ben, wanneer ik naar boven moet. Dus, waarom heb je dat? Ja, dat is lekker makkelijk. Dus dan hoef ik nergens aan te denken. En ben je daar maar keeper geworden? Gewoon lekker in de goal staan? Ik ben gewoon afhankelijk van de bal die op me afkomt. Dus ja, Giel was een ervaren duiker en die ging dus met ons mee en dat was lekker makkelijk. Alleen op een gegeven moment was ik, ik denk een meter of anderhalf, twee, zat ik boven hun. Mm-hmm. En ik weet nog dat ze elkaar zaten aan te kijken en om zich heen zaten te kijken. En dan kijken van, waar is die? En ik zat erboven en ik zat al zo lawaai te maken, te klappen en ik probeerde ze met die flipper al een beetje. Ik denk, ze kijken zo naar boven en dan zien ze mij. Maar ze bleven maar rond zich heen kijken en op een gegeven moment werd het steeds sneller en toen ben ik maar naar beneden gegaan. Maar je zag aan zijn ogen dat hij helemaal niet blij mee was. En, paniek. Ja. En we gingen naar boven en volgens mij was dat de laatste duik van de dag. En hij zei, dat moet je ook nooit meer doen. En hij had bijna een hartaanval gekregen, de arme Giel, in het water. En, goed, dat zijn dingen. Ja, daar heb ik ook weer van geleerd. Dus je moet altijd bij elkaar blijven. En onder water is het toch apart. Als je daar hangt en ligt en helemaal, het is helemaal stil. En het is net of je zweeft. Het is echt top. En op strand liggen, maar lekker eten? Ja, lekker eten. Dus dit is dus met vrienden. En als je met vrienden bij bent, dan is het altijd wel even lachen. Dus het is heel relaxed. Dus het zijn hele relaxte vakanties. En wat ik zeg, vorige week houdt het er nou wel uit. Alleen langer hoeft het niet te duren natuurlijk. Want dan wordt het een beetje saai. Maar dit is een geweldig eiland. Daar zijn we 2 keer geweest. Daar willen we eigenlijk weer terug. Oh ja, en dit was de eerste vakantie eigenlijk ook. Ik zeg 2002. En in 2001 kregen we onze eerste zoon. En 2002 trouwens, sorry. Die was als klein babytje een week bij mijn schoonouders. Oh. Dat was de eerste vakantie. Dus je kon eigenlijk weer doorslapen s'nachts. Ja, dus dat was wel lekker. Dus toen gingen eigenlijk onze schoonouders die zeiden van wij willen wel een weekje oppassen. Ja. En daar hebben we gebruik van gemaakt. Ja. En dat, zoek je inmiddels bestemmingen uit waar je kan duiken? Is dat ook nu een doelstelling? Nou, nu weer wel. We hebben eigenlijk met die kinderen erbij. We zijn in Griekenland geweest, daar hebben we gedoken nog. Maar daarna, we zijn in Curaçao nog een keer terug geweest, daar hebben we gedoken. Je kunt ook met ik had ook een foto, die kon ik niet meer vinden, met dolfijnen. Dus daar kon je met dolfijnen duiken.
Alleen maar ja, met de kinderen, ja, op een of andere manier, ja, dan, daar komt het er niet van. Ja. En ja, als je met de kinderen op vakantie gaat, dan ga je ook niet even een paar uurtjes duiken en laat je die kinderen zitten. Dus nog een paar jaar als ze thuis uit zijn? Ja, ze zijn nog groot genoeg. De jongste, het meisje is 8, dus ik denk dat ze binnenkort misschien meegaan op de duiken. En dat zal helemaal het mooiste zijn. Helemaal mooi zijn. Ja. Mooi. Mooi. Leuk, mooi verhaal. Dankjewel voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Rondreizen. Ik zou zeggen, gewoon kijken. En dan gaan we dan horen waar Sander nog meer is geweest op deze mooie aardbol.